Hallo allemaal, welkom bij mijn video. Ik heb vandaag 15 eitjes aangekregen via de post en dit zou ik jullie graag willen laten volgen om te zien of er effectief iets van gaat uitkomen. Deze grote doos is daar straks aangekomen en in die grote doos zat een eierdoos die momenteel leeg is. Eentje van 12 eitjes. En eentje van 6 eitjes. Mooi verpakt in een glas. In de doos. Goed verpakt allemaal. Dus jij hebt hier nog één eitje dat gebarsten bleek. Dit zijn alle eitjes die zijn aangekomen. Het zijn allemaal zijdehoender eitjes die uit Oostende komen. Het zou een beetje zot zijn om naar daar te rijden. Vandaar heb ik gevraagd om er met de post op te sturen. Het zijn verschillende kleuren. Kleuren die ik nog niet heb. Dus ik hoop dat er wat van uitkomt. Verrassingseitjes. Jammer genoeg zien jullie hier. Is er eentje gebarsten? Ik ga nabij in de broedmachine steken, maar de kans is zeer klein dat er iets gaat uitkomen. De eitjes moeten nu 4 uur op kamertemperatuur komen. Als ze hier 4 uur staan, dan mogen ze in de broedmachine. Die heb ik ondertussen opgezet, dus die is op temperatuur aan het komen. En ook het vocht is op de juiste vochtigheidsgraad aan het komen. We zijn ondertussen iets meer dan 3 weken later. En van de 15 eitjes die met de post zijn opgestuurd, zijn er 6 die bevrucht waren. Dus dat wil zeggen dat er 6 konden uitkomen. En er zijn er ook 6 uitgekomen. Ik heb er hier nu 4 bij mij. Dit zijn de 4 kleine zijdehoendertjes die uit de eitjes zijn gekomen die met de post zijn gekomen. Deze 4 en niets. Hier zijn de andere 2. Zes kleine babytjes erbij. Spannend. Zo blijkt dus dat de eitjes die wel bevrucht waren, die met de post zijn gekomen, allemaal zijn uitgekomen. Dus de post en de verzending en het transport heeft er eigenlijk allemaal geen effect op gehad. Dus dat wil zeggen dat we dat alleen nog maar meer kunnen doen in de toekomst. Dus als je ooit eitjes zult uitbroeden en je hebt er geen, kun je ze altijd met de post laten komen. Je moet er gewoon voor zorgen dat de persoon die de eitjes opstuurt, ze goed inpakt. En dan kunnen er zo'n kleine schatjes uitkomen. Ze maken nu heel veel lawaai omdat ze het wat koud hebben hier. Dus ik ga ze direct terug onder de warmteplaat zetten. Bedankt om te kijken en heel veel succes met je eigen broedsel dat via de post is gekomen. Hi.